Vorig seizoen was niet het jaar van Peter Jungsleger. Door een zware Achillespeesblessure kwam hij nauwelijks in actie. Nu is Jungsleger topfit en speelt hij, ondanks een wat rommelige voorbereiding. De voorbereiding liep niet zoals ze wilden, maar dat komt omdat het team niet helemaal compleet was. En nu zie je in de competitie dat we er staan. En hopen dat we nog de aantal punten snel kunnen bijvoegen. Je begon tegen Twente op de bank, Kenny Andersson speelde. Was dat iets wat je in de voorbereiding aan zag komen? Nee, maar de trainer die had de keuze voor Kenny gemaakt. En dat moet je dan accepteren. En gewoon goede instelling houden. En als je erin komt, dan moet je het laten zien. En dat heeft zich ook wel uitbetaald, want je krijgt meer en meer speelminuten. Ja, klopt. Kenny die viel uit tegen Vitesse na 10 minuten. En toen kreeg ik de kans. En die wonnen we gelijk ruim. Dus ik denk dat ik het aardig gedaan heb. En hopen dat ik de basisplaats kan vasthouden. Schit. Jungsleger. Kastelen staat op scherp. En Jungsleger heeft het gezien. En dit is geen buitenspel. Dan kan Kastelen er vandoor. Kastelen, hij wel! En als je speelt, dan heb je tot nu toe wel genoeg laten zien. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan het heerlijke paasje op Kastelen. Ja, die was lekker. 2-1, belangrijk moment. En als ik erin sta, dan probeer ik gewoon het uiterste best te doen. En belangrijk te zijn voor het team. En tot nu toe gaat het wel goed. Heeft het publiek hier in Waalwijk al de echte Peter Jungsleger gezien? Of zeg je, ik kan nog beter. Ik heb nog wat meer tijd nodig. Dat zien ze bij vlagen, maar je hebt altijd puntjes die beter kunnen. En ik hoop dat dat in de komende wedstrijden kunnen te laten zien. Je hebt het al even aangegeven, er is bij RKC qua spelers heel veel veranderd gedurende de voorbereiding. Eigenlijk nog steeds. Iedere keer nieuwe spelers erbij of spelers die weer weggaan. Is dat lastig, zelfs als het seizoen bezig is? Ja, als er nu nog spelers weggaan, dan is dat lastig op te vangen. Ik denk... Dat is profvoetbal. Je weet, de deadline is 2 september dit jaar. Dus dan weet je gewoon dat spelers gaan en komen. Maar daar moet je gewoon positief op instellen. En zo goed mogelijk team tevoorschijn halen. En je weet dat het kan gebeuren. En hopen dat er nu niemand meer weggaat. En gewoon dat dit bij elkaar blijft. Dan kunnen we een mooi seizoen ervan maken.